Een BV in Mullenberg. Een BM, een bekende Mullenberg. Ik doe de fitness open hier. En ik zorg dat de jongens hun oefeningen... Ik begeleid hen eigenlijk dat ze niet verkeerd gaan trainen. Iedereen kent elkaar hier, dus ik doe die job met plezier. Ik doe die graag. Ik ben hier opgegroeid in deze week. Ik leef 41 jaar in deze week. Ik ben hier, dus iedereen kent mij en ik ken de jongeren en vaders allemaal. Ze zijn vrienden van mij daartussen en er zijn hun zonen die bij mij terechtkomen. En die voelen zich daar gemakkelijk. Die kennen me ook. Die weten hoe de week in elkaar zit. En als die met vragen zitten, dan komen ze bij mij terecht. Dat is een soort mentor eigenlijk. Ik begeleid hen. Als ik de waarheid moet zeggen, ik heb nog nooit een job vijf jaar lang gedaan eigenlijk. Dat was altijd met periodes, 3 maanden, 1 jaar, maar dan stopt dat ook. Hè. Ik ben heel blij dat ik die 5 jaar heb mogen doen. Ik had ook veel meer zekerheid in die 5 jaar, financieel dan ook. Via de VDAB heb ik dan de aanbieding gekregen voor bij Inzet te gaan werken. En dat heb ik zo toch wel een dikke 9 jaar gedaan. Ik wou het eigenlijk ook maar even doen en toch blijven hangen. Op zich waren de uren heel fijn. Daar hielden ze ook wel echt rekening mee. Ook naar de toekomst toe, als je begint met een gezinnetje, kindje, dan is dat gewoon een voordeel bij hun. Eigenlijk heb ik de begeleiding heel goed gehad. Omwille van, als je een probleem had met een gezin of zo, dan luisterden ze wel naar u. Ze zeiden wel van probeer het nog eens opnieuw, maar als die klik er dan echt niet was, dan zeiden ze van oké, we zoeken daar wel een oplossing voor. Of je werd niet verplicht voor toch daar te blijven, dus dat vond ik dan wel mooi. Waarom ben ik ook blijven hangen voor het feit dat je krijgt een klik met die mensen, je hebt daar een band mee, je bent een deel van het gezin. Ik heb heel lang getwijfeld voor die beslissing te maken van nu ga ik weg. Stel ik eens aan in een kapsalon gaan werken en van daaruit ben ik dan een bijberoep gegaan wat perfect te combineren was met Inzet. Zeker die uren op zaterdag niet moeten werken, dus dat was ideaal natuurlijk. Ik heb ondertussen 3 rusthuizen waar ik werk, waar ik als vaste kapster bezig ben. Stilletjes aan huis ben ik toen ook beginnen te gaan voor terug mijn cliënteel op te bouwen. Nu is dat zo de spuitgaten uitgelopen dat ik eigenlijk ondertussen ook wel mijn eigen kapsalon aan het bouwen ben wat in augustus open gaat.